Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog op deze zonnige zondagochtend. En zoals jullie wel kunnen zien, hebben wij daar een varken die op een verkeerd stukje land staat. Dus we hebben weer een emmertje met Bix. En we gaan door het poortje en we gaan hem weer even terugbrengen naar de plekje. Eens even kijken of ze makkelijk met ons meegaat. En een jaar terug, dat ze in aanmerking kwamen met de paardjes die we toen hadden staan, toen ging het niet zo best. Paardjes op hol, varkens aan de reet. Dus we gaan even kijken, want ze gaan nou ook alweer richting paardjes. Dat we er snel weer mee moeten nemen. Komt zo. Kom maar, schat. Oh jee, dat is de verkeerde kant op. Zodat we misschien dichterbij laten komen. Niet best. Nou, op dit stukje lopen we nu al voor de vijfde keer. En nou komen we weer aan bij het poortje. En dan is het de vraag of ze dus met me meegaat. Tot zover is ze van het land af. Nou moet ze nog door de koegang naar haar eigen plekje. Niet naar de voortuin. Nou, nadat we eerst drie keer het hele terrein zijn overgelopen, het veld, dan het pad, inclusief tuin, heb ik er nu even binnen kunnen plaatsen. Dus ze zoekt het nu maar even uit. Later zetten we er wel weer op de plek. Nou, we hebben wel geteld anderhalve week plezier gehad van de bak. En hij ligt er weer af. Ik ga nu kijken of ik met deze haken ze beter vast kan zetten als de schroeven waar ze net mee zaten, waar ze eerst mee zaten. Dus ja, jullie gaan het weer zien. Oh, en nog iets anders. Ja, het is ook wel leuk om te laten zien. Maar er moet ook weer wat op bedacht worden. Want ze hebben een nieuwe modderpoel gecreëerd. En daardoor ook de kans om makkelijker naar de andere kant te lopen. Komt-ie! Kijk. Want het is hartstikke lekker dat ze zo kunnen baden en drinken. Maar ja, daardoor zitten ze dus wel in sloot. En is de overstap naar het weiland
zo gebeurt natuurlijk. Dus dat wordt draadjes spannen, stroomdraad erop. Maar daarvoor moeten we eerst een nieuwe klok aanschaffen. Want die we hadden, waar ze natuurlijk al meerdere keren doorheen zijn gebroken afgelopen jaar, die is gewoon te slap. Dus dit moeten we echt van de week oplossen. Anders blijf ik elke dag ze uit het land halen. En nog even twee tellen nadat ik jullie had laten zien dat ze in sloot zat. Liep ze op het land. Ik hoop dat deze makkelijker met me meegaat door het poortje. En dan moet ze ook maar even voor naar binnen. Maar ze loopt nu de verkeerde kant op. Nou, daar sta ik dan met mijn goede gedrag. We hadden gisteravond de twee varkens die op het land waren. Die hadden we natuurlijk 's middags opgesloten binnen. Gisteravond met voederstijd toch maar weer gewoon hierheen gebracht. Maar zojuist liep er alweer eentje aan de verkeerde kant. Dus nu heb ik er hier twee. Ik sta lekker in sloot. Ik heb hier een draadje gespannen. En daar ga ik nu stroom op zetten. En dan hoop ik maar dat het weer even rustig is. Ik weet wel, ik moet een zwaardere klok. Dus het is op hoop van zegen dat ze er enigszins een schok van krijgen. Maar ja, de varkens zijn natuurlijk ook in gewicht toegenomen. Dus of het sterk genoeg is, we gaan het maar zien. Ik ga een zwaardere klok bestellen. Dat die de varkens in ieder geval tegen kan houden. Maar nu proberen we het eerst zo weer even op te lossen. Nou, het stroom zit er dus op. De klok staat aan. Want ze stond er net al even tegenaan. En schrok er wel van. Het was helaas nog niet gier als een speenvarken. Dus heel erg geschrokken is ze niet. Maar ik hoop dat het voor even voldoende is. Dat ze er niet meer zo'n interesse naar hebben. Zo, nadat ik het stroomdraad bij de sloot allemaal erop had gezet, zijn ze gelukkig er niet meer doorheen gegaan. Heb ik geen rariteiten meer gehad. En is het weer rustig verlopen. Dus deze week weer een vlog met genoeg dingen om te laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Het was even voor mij hard werken, maar toch, hè? Het is allemaal weer gelukt. En dan kreeg ik nog een weetje opgestuurd, dus die wil ik jullie niet onthouden. En het weetje komt van Joeps Weekendweetjes. Varkens hebben minder vet dan mensen. Het vetpercentage bij een varken ligt lager als dat van mensen. Nou, dan weten jullie dat ook weer. Dus dit was de vlog voor deze week. Vonden jullie het weer leuk? Doe dan even een duimpje. En dan zien jullie ons volgende week weer. Tot dan! Doeg!